Op zondag 24 juli hield Fortuna een open dag. Voor de echte voetballiefhebbers natuurlijk de mogelijkheid om een kijkje te nemen achter de schermen. En ook de spelers van dichtbij te kunnen bekijken. Want die kans krijg je natuurlijk niet elke dag. Ik had al een paar leuke nieuwtjes gehoord van Fortuna. Dat het een toffe club is, toffe groep. En via mijn manager ben ik in contact gekomen met Fortuna. En het bevalt me hier super. De spelers werden in groepjes aan het publiek voorgesteld, waarna nog even werd gecontroleerd of ze er ook allemaal waren. Daarna kon de jacht op handtekeningen beginnen. Maar Fortuna bestaat niet alleen uit professionele voetballers. Achter de schermen zijn vele vrijwilligers werkzaam. En omdat 2011 is uitgeroepen tot Europees jaar van het vrijwilligerswerk, is er ook voor hen aandacht in deze reportage. Begint het spektakel, dan zond de lampen aan. Wie clubje in zitten, Fortuna is de naam. Dan is het gezellig, dan zit de veel die jij. En kunt het blok het vuil op, dan zijn we dit weer vrij. Lode, Fortuna, Fortuna. Een van de hoogtepunten was het Fortuna Sittard Museum. Mensen stonden in de rij om het museum in de Mark van Bommelzaal binnen te komen. Eenmaal binnen vergaapten de supporters zich aan de mooie shirts en foto's uit het rijke verleden van de club. De initiatiefnemers van het museum, Jan Dieteren, John van Bommel en Peter Scholz, hebben heel wat uren werk in de voorbereiding daarvan gestoken. Tijdens de open dag heeft men dan ook alleen maar positieve reacties mogen horen over het museum. Wilt u meer informatie over Fortuna? Kijk dan op www.fortunasittard.nl. Wilt u meer weten over de activiteiten in het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk? Kijk dan op www.doejijhet.nl. Daar vindt u bijvoorbeeld informatie over de Landelijke Week van het Applaus die op 11 september van start gaat. En uiteraard kunt u op deze website ook alle informatie lezen over de actie gratis naar Fortuna Sittard tegen FC Os op vrijdag 23 september aanstaande.